ben toch niet eens. Ja, het is een politieke beslissing natuurlijk, maar ook een politieke beslissing die past in een lijn van, kijk, we willen het beleid rond gelijke kansen en discriminatie, willen wij extra kracht bijzetten, willen wij meer vorm geven. En een ondersteuning die we daardoor kunnen krijgen van een eigen mensenrechteninstituut, kan daarin een voordeel zijn. Ik denk dat je het ook eens vanuit een losse bril moet kijken, een beetje een kleurloze bril, van daar zitten ook opportuniteiten in. Ik denk dat we daar ook het beste van moeten maken. We hebben in Vlaanderen bijvoorbeeld ook onze eigen Vlaamse ombudsdienst. Er bestaat ook een federale ombudsdienst. Dat is ook... waarom zouden we dan... We hebben een eigen kinderrechtencommissariaat. Als ombudsdienst belangrijk is, als kinderrechten belangrijk zijn, dan lijkt mij gelijke kansen en antidiscriminatie ook belangrijk. En dus waarom zo verzetten tegen een eigen Vlaams centrum, in de mate dat we, de drie punten die ik daarnet opsomde, dat we die bewaken, die moeten er komen, denk ik dat dat ook heel wat voordelen met zich kan meebrengen. En begrijp ik niet goed waarom dat je daar zo'n politieke strijd tegen voert. En zoals u zelf al zei, of de kat nu wit of zwart is, als ze maar muizen vangt. Ik denk dat dat de essentie is. En daar gaan wij ook vanuit Open VLD absoluut over waken. Heb ook alle vertrouwen in minister Somers, dat hij daar ook gaat over bewaken, dat dat nieuw centrum onafhankelijk, kwaliteitsvol is en klantvriendelijk.